Dat is best moeilijk hoor. Ja, dat is wel. Zo, een goede avond allemaal. Hey Gerben, leuk dat je er weer bent. Even een Eurotruck. Wel één apart dingetje. Omdat ik nou een programmaatje gebruik om borderless te gamen. Want als je via Nvidia Stereo bla 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 je game zo opzet, dan is hij namelijk niet fullscreen. Ja, kan wel fullscreen, maar dan kan ik weer andere dingen niet gebruiken. Of dan pakt die game capture hem weer niet. Of dan doet dat het weer niet, zeg maar. Dus als ik dat programmaatje gebruik om niet die borderless te gamen, dus dat hij ook echt het scherm vult, want anders heb je bovenin een rand of je krijgt nog steeds een windowed randje ertussen. Maar laat hij alleen hier niks zien. Maar hier laat hij wel alles zien. We rijden vandaag met iets anders dan een vrachtwagen. We rijden vandaag met een bus. Dus ik heb net mijn eerste bus gehaald. Even kijken of dat een beetje... dat we er een beetje goed vanaf kunnen brengen. Goedenavond Hans. Hey, hallo. Leuk dat je er bent. Dus jullie zien ook een beetje dat, dat het niet helemaal in het midden staat. Maar dan komt dat een heel groot gedeelte van het rechterscherm ook alleen maar stoel is. Dus dan zien jullie eigenlijk niks bijzonders. En je ziet een klein beetje een vouw zitten. Maar ja, dan komt dat voor 45 graden scherm is. Dus je ziet nou iets meer. Ik nog even de stoel even afstellen, omdat ik net even het beeld weer opnieuw heb gedaan. En nee, een klein beetje naar voren. Kijk, in ieder geval die tellers nog fatsoenlijk kunnen zien. En de spiegels, dat is ook heel erg belangrijk. En deze die heeft al van die rotspiegeltjes. Eens kijken, spiegel 1. Heeft alleen maar de zijkant net aan te kunnen zien. Nee, deze. Die. En dan. Andere kant. Zo, kijk ik nog net een klein beetje van mijn bus zien. Nou, we staan nu op het moment even midden op de weg, maar dat geeft niet.
Rij met een Setra. Kijken, laat hij dat ook zien. Ja, een 516 HD. Zo, we gaan weer verder. We zijn momenteel onderweg om passagiers op te halen, dus we hebben nog niemand bij ons. Kijk, mag hier gewoon 80, hè? Ja. Zei dat we één maandje opzij moesten. Dat is nog een beetje gelukt, Hans. Ja, twee feestjes inderdaad, zei je. Nou, wel een goed weekend gehad hoor. Gezellig met mijn zusje en mijn zwager, mijn oudste broer en mijn ouders uit eten geweest in Middelburg. Misschien bij Rob in het Food Topic wel een paar foto's langs zien komen. Ik ben nog een beetje aan het spelen met de instellingen. Oh, oh, dat gaat niet helemaal goed daar zo. Even kijken of ik eventueel het beeld gewoon één doorgetrokken lijn doe. Maar dat moet ik even kijken, want dan moet ik allemaal beeldschermen recht naast elkaar zetten. En dat neemt iets meer ruimte in. Dan dat je je schermen in een hoek zet, zeg maar. Even kijken, zit ik nou nog op de juiste? Lijkt er wel op. Hey Mart, goedenavond. Ben je jarig op Pasen, joh? Moet ik alles in één keer vieren. Dus we kunnen hier nu ook gewoon door de bus heen kijken. Als je alleen naar de achterkant kijk je gewoon dwars door de bus heen, daar moet je niet op letten. Daar is die view volgens mij net niet voor bedoeld, zeg maar. Maar het is wel leuk, nog even dankzij Clio even, die mijn aandacht erop wees dat het ook toch wel mogelijk was om toch twee schermen te koppelen en dan één scherm los. Dus ik heb nou twee schermen aan elkaar zitten, als één. En één los scherm waar ik dan mijn stream op kan bekijken en alles. Dus mijn PC denkt dat ik nou twee schermen heb in plaats van drie. En dat houdt het wel een stuk makkelijker, want één scherm is dan eigenlijk gewoon een echt desktop scherm nog gewoon die andere is gekoppeld voor gamen. En anders ben je niks anders doen dan aan het wisselen. Ik heb nog even gekeken naar hoe... Er was nog een programmaatje, SoftTH of iets dergelijks. Daar kon je ook zelf bepaalde custom resolutions mee aanmaken en dergelijke. Maar dat wilde nog niet helemaal lukken. Hey Clio, kijk. Spreek over de duivel. Daar is hij, hoor. Zo. Hey Stefan, ja, bus, et cetera. Nou ja, zoals je ziet, Clio is het allemaal gelukt met twee schermen. Ik kan een beetje afstellen, ik moet eigenlijk alleen één ding wat ik nog goed moet krijgen is die border die ertussen zit, zeg maar. Die loopt nog net niet helemaal goed. Hij lijkt sowieso wat scherper, zoals jullie hem zien. En die spiegel die valt net achter die schermranden weg. Als een randje van de spiegel. Niks aan. En wij mogen gewoon 90. Dus ja, dan kunnen we daar gewoon voorbij. Oh, en een beetje remmen. Ik
jullie mij allemaal goed horen? Is de muziek niet te hard? Staat de game niet te hard? Ja, dit beeld is wel even wennen, ja. Maar ik wilde even laten zien aan jullie wat ik zie. Ik zal eens kijken of ik hem als één platscherm kan zetten. Maar dat, dat kost net iets meer ruimte, zeg maar. Ja, je moet je schermen in het verlengde van elkaar zetten. Kijkt ook heel anders. Het is wel de makkelijkste manier om een setup te hebben zonder dat al je beeld niet helemaal meer klopt. En de standaard instelling is voor een 45 graden hoek. En ik heb nog die andere instelling geprobeerd, maar die pakt er heel raar uit. Ja, maar het aparte is, je kan niet even zeg maar zeggen van ik wil een hoek van 15 graden of ik wil een hoek van 10 graden. Het moet op een of andere manier op een totaal weer uitkomen op iets, op een ander getal wat je weer ergens anders in hebt gevuld. En anders skilt hij hem heel raar, zeg maar. Dus... Ik ben nog niet helemaal uit over die scaling die hij nou gebruikt en al die andere deeltjes ervan. Ja, het ligt ook een beetje voor jezelf, ligt het vooral aan hoe groot je scherm is. Ja joh, rij gewoon door. Ja, ergens in die richting inderdaad, Clio zit hier. Ja. Dus zoals ik zit achter mijn computer, zie ik de bus eigenlijk gewoon als één geheel. Dus ik zie die rare vouwen niet in zitten. Totdat ik mijn schermen recht naast elkaar zet en dan valt het wel op. Het is een modus die schijnt in 1.7 Euro Truck toegevoegd te zijn. Alleen nooit in het menu toegevoegd te zijn. Dus het is altijd een beetje achterwege blijven liggen. Dus daarom dat er ook geen fatsoenlijke instellingen zijn om dat netjes te krijgen. En net als Assetto Corsa bijvoorbeeld, die heeft daar gewoon een paar schuifbalkjes voor in-game. Je zet hem gewoon op 3 of 2 monitoren, hoeveel je er wil gebruiken en welke je hoe wil hebben. En dan kan je gewoon door middel van de gratis in te voeren, zie je gewoon real-time hoe je beeld zichzelf aanpast. Ja, dan heb je binnen 5 minuten heb je alles netjes gefixt hoor. Nee, want als hij door het tweede scherm heen loopt, dan krijg je een heel rare verspringing, zeg maar. Dan heb je je borden niet meegeteld, dus je mist wel een stukje in het beeld, zeg maar. Dat sowieso. Het is alleen die border zit alleen nog net niet goed. Maar ja, kwestie van een beetje fine-tunen. Ik heb nu ook gewoon direct hetgene overgenomen van dat stukje uit de Steam community. Dan werkt het in ieder geval. Oh, dat doet hij heel raar, hè, dat tweede scherm. Ja, en ook nog een optie, als jij nou nog meer dingen in je bureau hebt ingebouwd en je hebt al schermpjes en dergelijke, dan kan je ook een optie aanzetten waarbij het interieur en exterieur niet gerenderd wordt. Dus dan valt dit gewoon helemaal weg, dan heb je wel de juiste view. Maar dan is echt je eigen dashboard het dashboard van de game. Dus ze hebben wel aan heel veel leuke dingen gedacht, het is alleen jammer dat ze het nooit in het spel hebben toegevoegd. Heel misschien dat het nog gaat komen, ik hoop het wel. Nee! Wow! Zo, springkus effect. Een soort van Carmageddon auto of zo. Er komt zo'n hele springveer aan de achterkant uit die er helemaal zo terugkaart.
Als het goed is gaan we naar Dortmund en daar gaan we passagiers ophalen. Of we gingen naar Frankrijk en dan de rit ging naar Dortmund. Dat kon ook nog. Nou, dan heb ik nog even het ritje voordat ik de passagiers ga ophalen om te oefenen. Ja, inderdaad. Gisteren ook nog even een stukje Bjorn gekeken. Het was al inderdaad een tijdje geleden dat hij online was. Maar hij was wel weer gezellig. Ja, het is eigenlijk niet meer nodig om naar links of rechts te kijken. Maar inderdaad, door dat linkerscherm erbij geeft nog wel net een extraatje. Geld. Ik hoop dat mijn werknemers ook nog wat centjes verdienen. Niet echt zo op gelet of Bjorn er moe uitzag of niet. Aan zijn stemming te horen was hij in ieder geval energiek genoeg. Ja, een beetje meer dit inderdaad is wel heel fijn. Maar het mooie is wel, je kan vaak, net als bij deze bus, kan je bijvoorbeeld je stoel heel ver naar links en rechts zetten. Je kan hem ook gewoon helemaal op de passagiersstoel zetten. Gewoon. Dus als je nou inderdaad een ultra-wide hebt of iets en een gewoon breed beeld en je koppelt die samen. Ze rijden wel lekker door hier zo. Nee, waarom remmen ze altijd zo overdreven? Dan voelt die bus wel zwaar aan, moet ik zeggen. Hè? Hij remt ook gewoon echt net zo snel als dat een gewone vrachtwagen met lading dat doet. Nou, ik was vanmiddag nog even een ritje aan het doen. Nou, ik werd even klem gereden door een vrachtwagen, joh. Netjes inhalen, goed van tevoren, richting aangeven. En echt uit het niets kwam die in één keer naar het links toe. Ik kon ook gewoon totaal niet meer weg, of wat dan ook. Naar links. En een beetje afremmen. Zo, je verliest wel wat FPS'jes hier zo. Oh ja, net onder de 30, hè? Dan heb je geen werkt die cruise control niet meer.
maakt zich die vraag waar al zo scherp op zee komen, terwijl ik vertrouwd voor geen meter. Gewoon een lekker 90. Wat zei je, Dave? Zijn hapert die snel of is het gewoon de stream? Nou ja, als je mijn stem echt hoort haperen of de stream gaat laden. Nee, de stream. Dan is het echt de stream inderdaad die slecht loopt. En als je alleen het beeld een beetje ziet haperen, zoals nu, dan is het gewoon de game. Dus ja, game loopt iets minder inderdaad op het moment. Maar heb je zonder multiscreen heb je daar af en toe ook wel eens last van. Misschien dacht Windows weer leuk te zijn en ondertussen even een updateje te doen ofzo. Ja, ik wil wel opzij, maar er rijdt nog wat naast me. Gaan we deze keer door een gewoon poortje. Hoop alleen dat hij die neus van die bus een beetje goed ziet. Andere pendaal. Oeh, een ijsje. Hey Bruven, goeie avond. Nou, kom op spel. Hallo. Ja, Train Simulator wel, ja. Dat is ook altijd zo geweldig. Volgende eraf. Dit is echt weer zo'n maandag streampje, zeg maar. OBS verder loopt gewoon goed. Ik zie hier in ieder geval niks apart. Ja, oké, ik zie dat die 9.9 fps draait, maar... Maar qua CPU zie ik niks bijzonders in ieder geval. Wel een ideetje waar het vandaan kan komen. Maar... Zo, nog even het menu in. Kijk even naar daar.
Die kan uit. Zo, dat speelt ineens een heel stuk soepeler. Ja, toen liep hij weer gewoon 30 fps. Mooi man. Wat heb ik er dan? Hè? Wat heb je dan? Oh ja, Q-Torn stond eraan. Die update gedownload via Torrent. Alleen hij stond blijkbaar nog te seeden, zeg maar. Dus ik heb hem even uitgezet. Dat is nou ook weer niet nodig. Bij dit soort stukjes, als je over zo'n brug heen rijdt en je ziet die stad zo aan beide kanten langskomen, dat ziet wel heel gaaf uit. Dan heb je bij zo'n bus heb je wel een gigantisch veel beeld ook gelijk. Nou, al zijn sommige steden nog wel best wel pittig hoor. En we gaan nu bijvoorbeeld naar richting Parijs. Dit is ook altijd wel een lastig stukje. Het is wel heel apart. Ik zou bijna denken dat hij slechter loopt met 2 schermen dan dat hij dat deed met 3 schermen. Maar ja, het kan ook gewoon zijn dat Frankrijk gewoon een stuk zwaarder is dan dat Polen dat is. Ja, je ook even doorrijden. Goed. Past er nog net tussen. Even vakantie naar Denemarken. Gezellig. Mm-hmm.
Ja, natuurlijk niet in de rij staan wachten als dat niet nodig is. Even wachten of die auto voorbij is. Ik wilde vanmiddag nog een leuk screenshot maken. Ik was aan het rijden en ik zag op een gegeven moment, eerst stond er een vrachtwagen recht op de weg, gewoon echt dwars over de weg heen. En dan echt 20 meter verderop stond er nog een auto op zijn kant. En dan echt 100 meter verderop lag er echt zo'n Lamborghini gewoon op de kop. Rustig even erbij gekropen. Zo, hallo, 11 fps joh. Zou het aan de bus liggen? En zo pakt hij gewoon 30 fps. Interieur is volgens mij gewoon heel erg zwaar van deze bus. Te gedetailleerd interieur. En we moeten er alweer vanaf. Polarlijn. Beren met wielen. Dan zou ik maar vooruit kijken. Die zijn volgens mij wel een stukje sneller dan beren met alleen poten. Het is wel een slecht logo daarom. Gewoon echt een trailer achter op de kont van die beer geplakt. Nou, is die mod van die bus ook best wel groot hoor. Hij is geloof ik echt iets van 400-500 MB of zo. Waar ik op reed, maar volgens mij was het een randje ergens.
Ik kan ook nog net in je spiegel je wiel zien draaien, zeg maar. Af en toe helpt dat ook wel. Ja, dat kan makkelijk. Hij zegt op het laatste moment oranje wordt, dan mag het gewoon. Deze moeten we wel even stoppen. Ik ga even kijken of ik misschien in de video settings gewoon dat interieur even wat lager kan zetten. Ja, het zijn maar hele kleine spiegeltjes, dat is op zich ook al zo. Er is verder niks apart, hè, voor interieur. Zo heel hoog staat hij nou ook niet meer. Ah ja, volgende bus beter. En apply. Hij heeft niet echt zin om te applyen, geloof ik. Nee, die moeten we even opnieuw opstarten. Je had er even geen zin meer in. Die en dan die. Ja, we gaan even wachten dat hij ingeladen is. Ik heb ook elke keer als ik met een boot overga, het ligt er een beetje aan met welke truck je gaat, dat bepaalde onderdelen in de cabine paars worden. Ik heb alleen nog niet echt terug kunnen vinden waar dat nou precies vandaan kan komen. Het zal iets met de mods te maken hebben, overduidelijk, maar... Oh, ik zie die eitjes niet eens. Oh.
een laptop overgeschakeld. Je was toch al twee streams aan het kijken, hè? Dat doe je toch ook niet op één telefoon? Of was je op de tablet bezig? Ja, mensen hebben tegenwoordig zoveel apparaten waarmee ze het internet op kunnen. Ja, ik heb alleen gisteren nog even een testrondje met de bus gereden. En op zich ging die wel oké, maar ja, dan ben je ook niet aan het streamen. Maar ik heb wel het idee dat het interieur van die bus wel erg zwaar is. Nou, dit doet echt goed. Maar vanaf de buitenkant liep die gewoon perfect. Alleen op het moment dat we interieur gingen, was het een stuk minder. Hij zou op zich ook wel van de neus kunnen rijden. Dat rijdt ook wel heel erg fijn. Dan is die swimhub wel weer heel handig om alles in de gaten te kunnen houden vanaf zo'n view. Ah, op die manier. Alleen een geluid zou gaan. Nou, eigenlijk hoeft dat geluid niet weg. Als het geluid terug is, weet je ook niet of het werkt. Oh, voor je Wither Killer, zeg maar, dat hij dood is. En als het geluid... Ja, nou, ik heb nou gezet, eventjes, en nu staat hij echt goed. Hij spont gelijk, ik zie die items niet eens erin komen. Ja, hij deed het wel goed op een tijdje, maar volgens mij is het gewoon een punt dat hij, weet ik veel, ergens dubbel loopt of zoiets, weet je wel. Dat een beetje, Nee, niet meer. Die ergens glit. Oh, nice. Vier stacks van de skills erin gegooid. Oh, beter. En nou is hij gewoon net al door aan het gaan. Terwijl ik er ben. Ja, dat klopt, Gerben. Je hoort Dave op de achtergrond, inderdaad. Hey. Die is ondertussen bezig op de Minecraft-server. Ja, kom joinen. Ik ben alleen. Ja, dus inderdaad. Ja, dat kan allemaal. Dus als je mee wilt joinen, dat kan. Moet je even uitroepteken Discord doen. En dan via de Discord even kijken bij Minecraft Mods. En daar staat alles uitgelegd wat nodig is. Als het goed is, heb ik de chatbot en alles aangezet. Dus de rest van de commands werken ook. Dus je kan ook weer kijken hoeveel kilometers je alweer bij elkaar gespaard hebt. Maken we alleen op het moment niet zo heel veel kilometers? 24, 23, van. Ja, tuurlijk. Ja, begint wel aardig te lukken dan met de Minecraft server. Hey, hebben we wel wat mods bijgedaan? Regenoud, was die ook de vorige keer in je stream? Regenoud was inderdaad de vorige keer in de stream, ja, heel even. Ja. Maar volgens mij was die bij iemand anders, want hij had het erover dat zijn laptop inderdaad helemaal gestopt was. Dus ik denk dat hij thuis niet meer kan kijken. Oh, oké. Okay. Lekker rustig. Hij vond wel geinig, hij was echt altijd in één keer. Ik heb toen net wat hij op zat te wachten, weet je wel. Ja, dan moet je wel heel vroeg weg. Ik heb morgen ook ochtenddienst. Dan moet ik ook om 6 uur beginnen. Ga ik ook om 5 uur mijn bed uit, maar. Oké, dat waren ze allemaal. Meestal rond een uur of één naar bed. Ja, hij leeft nog. Maar inderdaad, zoals ik al zei, hij vertelde dat zijn laptop echt helemaal overleden was. En zoals hij het noemt, zijn craptop. Craptop. Vijf uur pas. Vijf uur al. 5 uur al vertrekken. Oh, nou, dan moet ik 4 uur mijn nest uit. Jezus. Oh, je begint pas om 10 uur, joh. Ah, oh, dan kan je makkelijk tot 3 uur stream kijken. Hey Clio, slaap lekker en werk ze morgenochtend.
Evan Gore. Nee. Wakeman. Ah, wel. Ik moest iets met stille inwittering maken. Ja, ik weet niet, dat werkt bij mij niet. Ik moet echt een bepaalde hoeveelheid energie eruit hebben. Anders hoef ik echt niet in bed te gaan leggen. Want dan lig ik alleen maar te staren en te denken en te malen. En dan, nee, dat is niks. Te malen. Ja, malen is ook een vorm van denken, zeg maar. Dus niet als een koe dat ik gras ligt te herkauwen als ik in bed lig, zeg maar. Nou, dat vind ik dan een beetje raar. Ja, vind je dat raar? Lekker, man. Lekker gras herkauwen, dat hoor je altijd, joh. Ja, Moet ik hier een nieuwe wijn komers? Oh, ik moet de laatste. Nou, kom op, spel. Oeh, dat is er nog op aan en niks meer. Op zijn minst nog wel even een deel van mijn passagiers kunnen ophalen. Even rest van steeds in die dingen. Ja, twee schermen recht naast elkaar is makkelijker op te zetten. Het nadeel daarvan is dat je, ja, hoe rechter je scherm staat, hoe minder je ziet aan de rechterkant van je laptop. Dus alles lijkt kleiner. En hoe verder je hem naar binnen straat draait, hoe makkelijker het natuurlijk is om de buitenkant van je truck te zien. Alleen het is heel lastig op te zetten. In ieder geval in het geval van Eurotruck. Ja, hij is er bijna. Ik zie dat hij apart genoeg in de stream niet de laadbalk laat zien. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Maar bij mij is hij bijna klaar. Hij is echt op het allerlaatste stukje. Ja. Eens kijken waar hij die bus ergens nog neergegooid heeft. Bom. Hoppa, zo, daar waren we weer. Waar zijn we eigenlijk op de map? Ik heb niet het idee dat we nog zo heel ver moeten. Oh, we zijn al in Orleans. Nice, Orleans. Maar zelfs mijn knippen ligt zonder aan. Ik kan wel merken dat die motor in zijn kont zit. Op het moment dat je remt, komt die hele achterkant omhoog. Nou, die wegen zitten niet helemaal netjes aan elkaar aangesloten hier zo. Hij draait wel ineens weer een heel stuk soepeler. Ik weet niet. Iets scherper. Ah, nou houdt hij de cirkel wel. Maar we gaan nog wel iets wijd. Rustig uitrijden. De lampjes zijn er toch nog rood. Zou je misschien in de stream ook gewoon een balk in het midden zetten, man. Ah, ik kan nu wel een stukje verder doorrijden. Ik kan ook echt heel mooi die truck gewoon tot aan het stoplicht zetten.
Saran. Het kan ook gewoon zijn dat die cooler van die videokaart gewoon net niet genoeg is. Maar ik heb nog een paar coolers liggen. Ik was even een paar coolers recht op die videokaart plaatsen. En dan gewoon een handmatige schakelaar ertussen. Yay! Hoppa. Alleen de ingots. Hier de twee. Toch? Als het goed is, moeten we hier zijn. Nou hoop ik dat die... dat die job er ook gewoon nog steeds is. Hier twee. Hier. Flixbussen. Ik dacht in het begin dat die flixbussen dat het een verzinsel was van die game. Het zag er zo cartoonisch uit, zeg maar. Dat is een beetje jammer, weet je, als dat zo over, ja, zo'n strakke kleur is, zeg maar. Ik wilde zeggen, het zal weer rood worden voordat wij er zijn. Hier daar, go. Ik heb voor die van mij een oranje metallic gekozen. Ik laat nu aan jou. Ik krijg wel die spikkeltjes erin. En dan heb je zo'n bus van 1,5 ton en dan gooi je er zo'n goedkope kleur verf op. Kost de zon. En go. Het zijn geen intelligente verkeerslichten hier in ieder geval. Verder. Nou, ik heb nog wel voor de Scania nog wel een paar busmods liggen. Dat zijn dan van die, hoe heet die dingen ook alweer? Ja, G6 en G7 in ieder geval. Yep. Iets te snel. Ik ben alleen benieuwd hoe we die mensen moeten meenemen. Ah, jij is er niet eens. Dat heb je ook nog, hè? Ik heb gewoon random bank gewoon hier naartoe gereden. Op dat moment was er nog eentje die het had. Kijken of misschien een ander bedrijf in de buurt... Ja, deze heeft er eentje bij. We gaan naar Denemarken. Barcelona, ja, dat is al helemaal een geweldige stad om naartoe te moeten rijden. Oké. Ja. Gaan we eens een keer naar Barcelona. Even kijken, waar staan mijn mensen geparkeerd? Oh nee, we moeten eerst naar een ander bedrijfje. Dat was een middenberm. Wat is dat? Volgens
mij zijn de schokdempers van die bus ook niet helemaal geweldig meer. Bij elke hobbel blijft dat ding helemaal naast stuiteren, joh. ...43 kilometer af van Olme. Net zoals met de vrachtwagen, dan maar iets wijder. Dan neem je in ieder geval geen stoepjes mee. Ja, ik denk niet dat de schade zo realistisch is dat echt je schokdempers ook echt stuk zullen gaan. Het zal wel lachen zijn. Kun je echt aan die paal nog zo'n tachograafschijf hangen? Een stukje offroaden. Ja, dan mag ik hopen van wel dat je tegenwoordig niet meer zo'n schijf zelf in je bus hoeft te implanteren. Zo, lekker zonnetje. Nee, uit. Hobbel, 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 hobbel. Dit is de bus. Je bus wel heel mooi gedetailleerd hoor, daarom. Dit is wel een heel mooi modelletje. Volgens mij zit hier een gaatje ergens. Zo. Ja, dat pakt beter. Sinkhole. Ja, zoiets, hè, joh. Zo'n modderpoel waar je gewoon in één keer wegzakt. En deze. Ja, we kunnen ook die proberen, maar ik denk niet dat mijn bus dat zo leuk vindt als we die proberen aan te koppelen. Waar staan ze? En hoe moeten we die meenemen? Even kijken, ik denk dat ik er gewoon achteruit in moet. Dat is wel het makkelijkste om weer weg te komen. Hallo mevrouw, niet schrikken.
nog preciezer erin dan. Maar bij die EAA busmaps ook wel eens gezien dat die... In mijn bus. Ah, ik kan hem al attachen zo te zien. Attach. Zo, die loeier even uitzetten. Volgens mij kon ik ook de deur van de bus open doen. Maar ik weet alleen niet meer welke knop dat was. Er was wel een knop voor. Niet nodig. Leuk extraatje. Als het goed is. Oké, nou, volgens mij zijn ze allemaal in het ruim gekropen. Lekker rustig. Zitten koffers in de stoelen? Ja, precies. Koffers in de stoelen. En mensen in het ruim. Waarom ga ik terug? Kijk, 864 kilometer. Barcelona. Dat is daar eigenlijk, hè? Oh, wacht. Ik heb het differentieel gelokt met V. Zo, diff lock uit. Ja, ik denk het ook wel. En is dit is eigenlijk al gewoon een losse mod, passenger mod. En die werkt dan in combinatie met bussen. De EHA map zie je de mensen nog wel in de bus zitten. Maar dan zijn die bussen die ook meegeleverd zijn, die zijn ook dusdanig aangepast dat ze ook helemaal fijn werken op die map. Het zijn ook wel mooie bussen hoor. Ik geloof dat deze daar ook bij zit. Sowieso die Man Lion Coach wil ik er nog wel bij hebben. Ja, en die Scania bussen dan. Marco Polo's, dat waren het, ja. Dat zijn wel hele lange bussen, hoor. Dan is deze al best wel lang. Ik heb die demo van Omzi toen wel gespeeld, maar ja, ik weet niet, ik was er wel vrij snel op uitgekeken. Oh, wow. Er zitten wel hele leuke dingen in hoor, de manier waarop je die mensen inderdaad in en uit laat stappen. Het is zeker wel een grappig spel om te zien. Die range van dat ding, jezus. Oh, we mogen hier nog maar 50 rijden ondertussen alweer door een dorpje heen. Weet je wat die range is van die farming, als je op die toggle capacitor zit? Zie je, stuk het er. Dan kan je dan 20x20 farmen. Ja, kijk, een beetje gas erin. Ik wonder dat die crasht. Zo, dan moet je ook, tegen kunnen als je mee rijdt. Hoe ding ziet aan je. Bijna denken dat er zo'n luchtsysteem in zit. Bounce. Speed of feest die mensen. Ricardo. En groen. Die wel eerst. Oké, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Het is wel weer iets heel anders dan de rijden met een vrachtwagen. Het rijdt wel heel anders. Dat sowieso. Maar het rijdt ook wel iets sneller dan een vrachtwagen. Dus als je af en toe eens een keer even een rondje wil rijden met iets wat wel iets meer pit heeft. Ik zie dat mijn dingetje niet helemaal goed staat. Even. Oh, ik weet echt niet of dat zo. Ja, zo. Kijk, dat is beter. Tinus, thanks voor je host. En welkom allemaal. Een ritje met de bus in Euro Truck Simulator, gewoon omdat het kan, met pro mods. Ja, wel iets meer dan alleen pro mods. En met een hele blend af in de bijzitters. Nee, die zit hier tussen die stoel gevouwen. Die neemt niet zoveel ruimte in. Die slaat niet af. My gosh, dit is veel. Dit is de farm als je die hebt. Jezus, dit had ik echt niet verwacht. Dat die zo hoog was. Server niet gecrashed? Ik ben nog niet bezig. Hij zat alleen nog aan de range, maar niet gezien. Ja, misschien was de vorige keer ook wel omdat heel die garden vol stond. En ja. Toen we die capacitor veranderen. En dan probeert hij ook ineens alles vol te planten. Gek ding. Daar kan ik nou op geloven. Hij is, even kijken, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, het zijn een beetje erg wijd. Ik hoor gewend om met trailers te rijden, kan je wel merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ik heb, het is het Paris Rebuild. Hij is 15 bij 15. Oh, dit is weer zo eentje die niet reageert. Dan gaan we naar achter. Voordat er wat achter me staat. Dan kijken of we nog door die andere heen kunnen. Zo, die farm is nu 15 bij 15. 15? Wow. Dat is flink. Maar inderdaad ook Turkije, Balkan Project, Rusmaps. Volgens mij nog een extra rebuild. Ja, Paris Remade heb ik ook nog erbij zitten. Kijk, deze doet het wel gewoon. Nederland? Ja, Nederland zat er al in, maar ProMods die zorgt ervoor dat er iets meer in zit van Nederland. Dus ik kan naar Groningen, Eindhoven en Venlo, dacht ik. Zo. In één keer krijg ik mijn FPS weer terug. Ja, ik had het. Even wat FPS van me geleend. Mooi meertje. Maar dan moet je natuurlijk wel die. Oké. Dit doet hij niet. Ja, nu pakt hij hem wel. De beste was die. Soms moet je gewoon even goed op een knopje drukken, dat werkt soms wel eens iets beter. Growth crystals zo. Ja, inderdaad, die Great Step inderdaad, die heb ik er ook bij zitten. En dan Balkan
Project Balkan en Turkije heb ik er nog bij zitten bij dat rijtje. Wat de rally? 300 liter, ja, we kunnen nog een stukje mee door. Gelukkig rijdt dat ding niet 1 op 3. Dus dat scheelt weer. Een paar kilometer eraf. Oké, ja, ik heb mijn gameversie is. Kijk, waar was die game ook alweer? Al die gameversies, de laatste tijd bezig geweest met Minecraft. Dus er zit dat 1.10.2 nog in mijn hoofd. Maar volgens mij was 1.13.2.26. Dat is de gameversie in ieder geval. Als het goed is kan je. Als het goed is had ik er een dingen voor. Uitroepteken ETS 2 mods. Als het goed is krijg je dan een lijstje te zien met alle mods die ik op het moment draai. Behalve de truck mods dan. Dus als chatbot een beetje. Nou, daar komt hij al. Ik heb hem waarschijnlijk dubbel. Oh, een beetje afremmen. Zoveel licht op staan. Licht aanzetten voordat ik een boete krijg. Het is nog niet eens groot licht, joh. Maar hij reed net niet snel genoeg door. Haha, vandaar. Ja, het is wel vervelend als het niet wil werken, hoor. Ik ben de laatste paar dagen dan een beetje bezig geweest om met 2 en 3 beeldschermen het een beetje fatsoenlijk aan elkaar te krijgen. Maar dat is ook nog wel heel gedoe, hoor. Ik heb op Discord wel een stukje erover staan. En ook heeft Clio een aantal links geplaatst van het Steam Community Forum, waar nog een paar dingetjes over staan over hoe je hem in twee schermen ook kan doen. Dus als je 2 schermen hebt, kan dat ook gewoon net als dat je dat hier ziet. Je moet alleen bepaalde aanpassingen doen om je stuur dan ook gewoon in het midden te houden van je standaard scherm. Dan krijg je die oranje lampjes op de grond. Oké, ja, dat scheelt wel inderdaad met headtracking. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is om dat met 3 schermen te doen. Want je kan zelf al heel goed je bus doorheen kijken. En als het beeld dan ook nog een keer gaat draaien, terwijl jij gewoon letterlijk naar rechts kan kijken, dan misschien dat een beetje misselijk maakt. Dus misschien iets te veel van het goede.
was die voor? Als goed is, was er ook een eentje voor Discord. Gewoon een uitroepteken Discord. Ik weet niet of ik hem er al in heb zitten, hoor. Chopin. Dus er ligt wel een heel lekker gootje naast hier daarom. Daar wil je ook echt niet met je wielen in zitten. Dan ga je letterlijk rollercoasteren, zeg maar. Ja, bij driften kan je het misschien wel gebruiken. Het truck lijkt wel zilver, joh. Mooie sterretjes. Kijken, nou ja, er is niet echt een volgorde die ik echt aangehouden heb. Ik heb in ieder geval gewoon de mods van de map zelf gewoon bij elkaar gehouden. Dan heb ik wel Turkije en Project Balkan later gewoon erbij gezet. Dus die heb ik gewoon onderaan het rijtje met de modmaps gedaan. En als volgorde heb ik eigenlijk een beetje het schema van het forum gepakt. Gewoon van ProMods. Daar is eigenlijk ook gewoon een hele lijst. Er staat dan alleen die Project Balkan en Turkije mod staat daar niet op. Maar die heb ik gewoon onderaan het lijstje erbij gezet. Voor de rest van de mods, omdat ik ook in combinatie met DB Creations rijd, heb ik hun lijstje eigenlijk aangehouden. En dat zijn, even kijken wat ik wil, dat is DB Creations Essentials en nog eentje. En dan krijg je de modmaps. Daaronder zitten de Jazzy Cat Packs en daaronder zitten nog een aantal DB Creations. En dan helemaal onderaan heb ik de truck mod zitten. En dan gewoon eigenlijk een beetje dezelfde structuur als dat die anderen doen. En als het goed is heb je ook weer zo'n base en een model. Er zijn in ieder geval 2 of 3 files. En dan als er een vertaling bij zit... Dus bij rustmaps dan is de vertaling bovenaan, dan de base map en dan de models. Dus ik heb altijd een beetje gewoon diezelfde volgorde aangehouden. Nou, ik rijd nog een klein stukje. En dan zet ik de bus wel even aan de kant. Dan zal ik de game wel eens even opnieuw opstarten om de modlijst te laten zien. Dan kan je het laatste stukje van de video gewoon terugkijken op YouTube of dingen. Dat kan ook natuurlijk. Zo'n beetje overlappend screenshot maken en dan plak je ze in Photoshop gewoon aan elkaar. Dan heb je gewoon één plaatje met één lijst gewoon. Of met je telefoon is nog makkelijker. Gewoon even een fotootje maken van het scherm. Als je maar kan zien welke mod het is, dan is het meer dan genoeg. Dat doe ik zelf ook vaak genoeg. Oh,
Holy shit. Dan heb je al die velzen websites met rijtjes en dingetjes. En dan neem ik daar gewoon even een paar screenshots van. En dan tijdens dat je in die game aan het klooien bent, dan hoef je het er in ieder geval niet uit. Meer growth crystals. Er waren toch al tier 2 growth crystals op de farm? Ik heb nu tier 3. Maar ik ben nu in de Okay. bezig. Oh, je bent in de third dimension, zeg maar, gegaan. Ja. Ja, mag ik er nog tussen? Mooi. Helemaal vol. In één keer. Als je het eerste wil, moet je die droog kunnen zetten. Ik heb het gezet. Terug naar de 90. Zie die auto alweer langzaam dichterbij komen. Ik weet niet hoe ik het ding werkt, maar. Hij zou echt een cockpit maken, lijkt me echt wel gaaf. Maar dan moet je echt gewoon gaan denken aan of een beamer en die een ultrawide laat projecteren. Of een gekropte 1080p die je wijder kan projecteren op het beeld, zodat je wel je volledige chip gebruikt. Goed, dat is iets voor daarnaast, zeg maar. Of gewoon een hele grote tv. Die heb je tegenwoordig ook in heel mooi ultrawide. Mijn broer die heeft ook zo'n tv voor films. Wow, dat gaan we nu redden. Zo, ik weet niet wat dat voor onzichtbare muur was, maar die staat stil. Zo. Ik dacht ik ga er even omheen, maar nee hoor. Iedereen nog goed daarachter? Of daaronder bedoel ik? Misschien maar goed dat ze onder in de bus gekropen zijn, dan zaten ze nu allemaal op de voorruit. Met een hele grote boog om die truck heen. Aldi, minder onschuldig dan je denkt. Gelukkig hebben we daar in het echt geen last van de onzichtbare muren. Dat zou wel zijn, zeg. Dat is alles wat nodig. Kan ik dat nog spitsen? Van die glitch walls, weet je wel. Dat je gewoon bij de buurman gewoon door de muur naar binnen kan lopen. Maar ondertussen kan je de steeg niet door, want daar zit de onzichtbare muur verstopt, weet je wel. De map nog niet ingeladen was, dan rij je gewoon zo naar beneden. Kijk, nog 400 kilometer. Okay, we zitten al op de helft van de rit, joh. Ik ga eens kijken hoeveel is het zo. Hij mag ook wel iets meer 90 rijden dan met een vrachtwagen. Redstone. Ja, we hebben 19 liter. 192 liter hebben we nog. Eén essence. Eén hele essence. Ja, in de system. Oké,
las vandaag ergens op internet dat er hier in de buurt iemand op, tegen een boom aangereden was. Ja, dat is niet zo mooi. En die boom die heeft vaak alleen maar een beetje kapotte bast. Mijn broer is vroeger ook wel eens met de taxi tegen een boom aangereden. En die heeft die auto letterlijk om de boom heen gevouwen. En nou ja, die taxi, daar was niks meer van over. Maar die boom, die doet het nog steeds goed, hoor. Eén essen zitten. Dus ja, dat zijn echt geen paaltjes die je even omver rijdt. Ik heb nu al 40 essen. Wat heb ik? Nee, inderdaad. Gelukkig ook nog geen ervaringen met botsingen in de auto. Dat willen we graag zo houden. Oh, en zoals de slag. We rijden gewoon recht achter op die trailer hier zo. En dan laten we hem gewoon de rest van het stuk rijden. Dat is ook iets. Even gratis meeliften. Ik denk wel dat het zou moeten passen dan. Ja, dat moet wel kunnen. Die past daar wel op. Beetje proppen. Bus. Oh. De motor begint er een beetje mee op te houden. Eigenlijk zouden er gewoon lampjes moeten branden. Of je zou die olietemperatuur ineens helemaal omhoog moeten zien schieten of zo, weet je wel. Dat je echt het idee hebt dat die motor niet meer helemaal lekker loopt. En dan hoe langer je ermee rond blijft rijden, dat gewoon langzaam de motorschade omhoog gaat. Op het moment dat die uitvalt, althans in het echt, gaat die meestal ook niet meer aan. Dan is die al verpest, zeg maar. We hebben 155 S's nog. Oh, nice. Witherskull Essence. Of Wither Essence. Redstone. Oh, Redstone. Dat is niks. Ja. Oh, we hebben zoveel Redstone nodig nu. Oh. Nou, ik ga bij alles doen. Is niet makkelijker om even een rondje Super Ores te harvesten? Nee, dit is toch het ding is altijd maar bezig. Tim Mekko. Dit is wel de beste manier die ik heb. En de X5. Oh my god. Hey, broertje C3. Weet je wat, wij gaan ook lekker naar links. Ja, die 500 pk was inderdaad wel meer dan genoeg voor deze bus. En gas. Ja, inderdaad, Tinus, dat dacht ik ook. We gaan naar Spanje toe, maar... ik had de eerste keer toen ik naar Turkije ging, had ik ook een heleboel regen. Regende het ook alleen maar. Wij gaan richting Toulouse.
staan alweer in een rijtje te wachten om de snelweg op te mogen. En er komt helemaal niks aan. Hij houdt wel een stuk meer zicht over zo, als het regent. Nee, we moeten er niet af. Oh. Motor. We rijden wel op de snelweg, hè? Hallo? Slaat hij af? Ja, de motor valt af en toe uit, ja. Niet dat we daar niet mee zullen redden tot aan Barcelona. Oh, het is nog 226 kilometer. Nou, dan kunnen we dat laatste stukje ook nog wel uitrijden. En dan zou het wel heel erg leuk zijn als je gewoon uit je bus kan stappen en dan gewoon zelf net als gewoon even een stukje mechanic simulator, zeg maar. Of dat je je banden een keer moet verwisselen of zo, weet je wel. Het is bijna 5 uur in game. Wat? 5 uur? Ja, dat dacht ik ook. Maar eens even omheen. Schwarzmuller. Zo, toen stonden we stil. Dit is echt absurd. Hoeveel is het? Ik weet dat ik goed ben. Perpignan. Jezus. Nul 1800. Ik ben benieuwd hoe het straks zo gaat als we in Barcelona aankomen. Ik denk niet dat we nog heel veel FPS over zullen houden. Gelukkig staat Barcelona daar ook vrij berucht om in dit spel. Hey, waar hebben we nog meer zo heen? Diamonds. I have found a recruitment agency. Nice. Zo doortrappen naar 120. Zo, dat ding schommelt, ja. Alsof dat je niet steeds ziek wordt. Zo. Ding 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 ding. Dit is de Dr. Dre bounce bus.
Ze wegen gewoon op hun paard. Ja, dan mogen ze wel een paar paarden meetrekken als ze dat ding willen meekrijgen, hè? Ja, op een vlakke ondergrond gaat nog wel, maar als we in Spanje zitten, dan moeten we wel een paar keer bergje op bergje af, denk ik. Even een leveltje harder regenen. Oh, en onweer. Zo, hallo. Sommige van die wegen zitten niet helemaal lekker aan elkaar. Kan ook liggen aan die bus, maar rustig bus. Oh, jezus. The fuck doe je? Niks, ik rijd gewoon over die weg heen, joh. En die connecties van die wegen, die zitten daar niet helemaal lekker voor de bus, denk ik. Ja, nou, nou rijdt hij niet meer zo lekker. Iedereen komt dood aan in Barcelona. Oeh, ja, ik rijd ook met een bus natuurlijk. Die neus van die bus is vaak net even wat lager. Dus dan best kans dat hij door zijn veren ging. En op dat moment tegen de weg aan ketste gewoon. Wat voor Estes heb je nog nodig? Ik zou het niet weten. Zo, meer snelheid zit er ook niet in. Het is nog 138 kilometer. Nog 138 kilometer met 60 over de snelheid. Precies. 3-3. Nou, die vrachtwagen voor ons heeft wel truck parts bij. Misschien moeten we die maar even halt zetten dan. La Jonquera. Of Juanquera. Hoeveel op zitten? Oh, 3000. Zo, hij loopt hier wel stroef. Ziet er wel heel gaaf uit met die bergjes. Ik had er wel lekker lang van genieten zo met al die lage FPS. Maar gelukkig stopt het met regenen, dus dat scheelt ook alweer. Domme. Girona en Barcelona. Het wordt hier wel erg hoor. Oh, en dan gaat hij nog een keer. Dat was een versnellingsbak. Twee chunks. Ja, ik ben hier nog niet geweest met de gewone vrachtwagen, dus ik weet niet hoe die, hoe goed die daar loopt. Vanaf binnen is het echt veel erger dan vanuit buitenaf. Ik
bijna 10 S's per keer binnen. Nu al 2000 S's. Voor redstone. Kijk, ik heb geen FPS meter opstaan, maar ik zie dat OBS net aan 10 FPS pakt op het moment. Dan gaan wij achter die Astra. Of Corsa is dat, geloof ik. Gelukkig past die bus nog onder door al die bruggetjes heen. Zou eigenlijk nog eens een dingetje aan moeten zetten zodat ik kan zien hoe warm die videokaart wordt. Kilometer volgens het bordje, maar volgens mij moeten wij nog 94 kilometer. Misschien zitten we net voor Barcelona. Laten we maar een beetje rechts gaan rijden met onze gammele bus. Wat er nog van over is. Jammer dat je het alleen niet kan zien aan de buitenkant. En dan had er ondertussen al geen voorkant meer opgezeten. Waarschijnlijk ook nog wel een stukje uit de voorruit. Die fertilizer essence en die seeds, die hebben ineens de kans om te doneren. Die essence die blijft even van binnen stroken. Oh, we moeten er eentje naar links. Alleen dat hij zo luid is vanaf daar. Oh, maar dit is wel heel erg. Ben ik denk meestal niet zo kieskeurig over FPS, maar dit komt wel aan het randje, ja. Oh, je hebt een aparte schimp per se, Tines. Ah, dat is wel heel nice inderdaad. Ja, ik denk als ik in plaats van een quad-core een 6-core FPX CPU had gehad, dat hij het ook wel een stuk makkelijker ermee had gehad. Al loopt hij wel via de videokaart, maar... Daarom mis ik ook gewoon echt opties in de game, gewoon voor uitgebreider geluidopties. Gewoon dat je het geluid apart voor buiten en binnen in de bus, hè, vrachtwagen kan instellen. Dat je gewoon kan zeggen van nou, ik wil buitenaf iets rustiger hebben. Dat is misschien niet helemaal realistisch, maar voor in de stream zou dat wel heel erg fijn zijn. Als je het geluid overal een beetje hetzelfde kan houden van de auto's. Gelijk weer weg.
zeggen dat er ook maar weinig geld binnenkomt van mijn werknemers daarop. Versnellingsbak mishandeling op de achtergrond. We zijn er al bijna, nog een klein stukje. Nog even doorbijten. Het lijkt wel, ik heb het idee dat iedereen van voren in die bus zit. Hoe ik ook echt die vering zie. Hij ligt ook wel heel laag aan de voorkant, hè. Ik kan ook wel eens kijken naar andere banden. Ik heb het idee dat die Michelin-banden je truck ook altijd een stuk lager maken. Gewoon grotere banden erop zetten. Barcelona ontdekt. Hé, hey, Ikea. Wij moeten naar links. We gaan richting het vliegveld. Nou, we gaan eigenlijk ook nog eens proberen om die Mario Maps weer aan de praat te krijgen. Die ziet dan misschien niet op alle plekken even mooi als dat ProBots en dergelijke is, maar die is wel een heel stuk lichter om te draaien. En een heel stuk groter. Oké, Gerben. Leuk dat je er was in ieder geval. En slaap lekker. Heel Gerben. Oh, daar gaat de motor weer. Ja, ik heb zelf een Avermedia HD Lite. Dat is zo'n dingetje via USB. Maar dit dingetje werkt goed. Het doet, doet dan 30 fps Full HD over de USB, trekt hij. Maar verder dan dat is het perfecte apparaatje. Ik heb hem via Marktplaats heb ik dat ding gevonden voor 2 tientjes. Die kerel had hem nog nooit gebruikt. Ja, nog steeds dezelfde weg. Vooral met 2 schermen. Hè. Probeer natuurlijk nu nog meer van die stad te renderen. Als mijn PC zo meteen spontaan in de fik vliegt, dan weet ik waarvan. Zie je wel. Weet ik niet. Het is hier niet speciaal warmer in de kamer dan normaal. Staat het is hier gewoon 23 graden. Oh, hallo. Nog een keer zo'n dingetje. Oh, hij zei best. Oh ja, natuurlijk. Ik heb mijn rem niet ingetrapt. Dus hij gaat gewoon weer vol op de cruise control op naar 70. De trailer was 8% beschadigd. Dus nou ja, van zo'n volle bus 8% schade, dat valt nog mee. Je wilt schade. Ja, ja, ja. Ja, als je overal tegenaan rijdt, dan houdt hij niet veel meer over. Dan rij je eigenlijk gewoon voor niks. Plus, je moet nog een keer van alles repareren. We moeten nog 8 kilometer. Volgens mij moeten wij nog eentje verder. Ja, ik krijg wel alle tijd om de juiste weg te nemen nu.
Hij heeft het er erg zwaar mee. En zo is enigszins nog wel te doen. Nog 6 kilometer. Ja, ik ben geen mapbouwer in ETS 2, dus ik... zal het zo 1, 2, 3 niet echt precies weten. Kan best zijn dat ze hier gewoon te veel objecten gebruikt hebben. Hè? Gewoon net iets te veel detail. Er zitten wel een heleboel extra dingetjes hierin. Waar moeten we er nou wel af? Ja, nu helpt deze bus er ook wel een beetje aan mee. Oeh, rustig, rustig, rustig aan. Een beetje remmen. Rustig. Helemaal naar links. Ja, en al die extra traffic van die Jazzy Packets, die helpt hier bij Barcelona er ook niet echt bij, nee. Maar dit is inderdaad wel extreem. Maar ik kan me wel herinneren dat het in de vorige versie bij Promots ook al zo erg was. En dan snap ik niet helemaal dat ze daar dan niks aan doen, zeg maar. Het is wel leuk als je je map weer vernieuwt, maar... Dat ook nog. Zo, hè. Dat was de rotonde. Volgende rotonde. Spoorlijntje. Maar een beetje rustig overheen gaan. Dat was extra rustig. Nee, ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn hier zo. Nou, er staan ook echt wel super veel extra dingen overal in die tuintjes. Overal staan extra auto's en andere dingetjes.
En ik weet ook niet of dat eigen modellen zijn die ze gebruiken. Of dat dat spawn points voor random in-game cars zijn. Want dat zie je op andere plekken zie je dat wel gebeuren. Dat er gewoon elke keer andere trailers staan. Zo, hè, we zijn aangekomen. Daar zo. Oké. Nou, moeten we even draaien. Oh. Dacht dat ik dat stukje al voorbij was. Wel even zo, dat rijdt wel even iets fijner. Misschien wel iets luider, maar... Normaal heb ik echt een hekel aan om buiten de bus of auto te moeten rijden. Ja, kom op, je kan het. En recht. Ja, hoe precies moet ik staan? Ik heb nog geen ting gehoord. Misschien mag ik er wel voor parkeren of zo. Verder naar achter, dat kan ook nog. Zo, het zit toch aardig in dat ding. Ja, oh, dat was de motor. Shit, ik dacht we zijn er. Nee, dat was een andere ding. Ga echt door die deur naar binnen. Hoppakee. Nee, nou, verder naar achter ook niet. Misschien vooruit erin. Volgens mij staat mijn bus een beetje vast. Ik geloof niet dat ik hem... een aanloopje. Ja, ik zou waarschijnlijk op een of andere onzichtbare marker of zo, weet je wel. Zo, achterliggie. Kom op, ga er overheen. Vooruit nog een keer proberen dan. Zo. Volgens mij heb ik echt gewoon een onzichtbare trailer achter me hangen. Dat gaan we net niet halen. Nou. Nee. Nou, als ik me gewoon neerdump, zou dat werken.
Er varen weer 10 mensen overreden. Doe het gewoon zo. Kijk, wat was het ook weer? Ja, cancel. Ik weet niet hoe lang hij erover doet om het te bezorgen, maar zo ver weg hoeft hij niet door niet te rijden. Oh, nice. Driver Frank has leveled up. Nou, dat is even 7. Ja, we hebben geen garage. Als die die borderless dingen doet, dan krijg je die om een of andere reden niet te zien. Nou ja, die zit er in ieder geval in. Dan zal ik nog even de game opnieuw voor je opstarten om te laten zien hoe de mods in het lijstje staan en welke mods ik heb. Yep. Ja, jammer dat ik de trailer niet kon afleveren, maar ja, en wat doe je eraan? Ik kan wel moeilijk gaan zitten doen, maar... Het hoort er eigenlijk ook niet in, maar een goede busmod of aanpassing in de game zou wel heel erg gaaf zijn. Even kijken, dat is inderdaad deze. Kom je even kijken. Ja, hoe meer mod je hebt, hoe langer dit duurt. Dus als je 5 of 6 verschillende profielen hebt met allemaal verschillende mods, dan kan ik je wel aanraden om die gewoon in verschillende mapjes te zetten. En op het moment dat je dat profiel wil gaan rijden, zet die mods dan terug in je modmap. Ook als je een hele kleine C-schijf hebt, is dat wel een hele goeie. Dus we beginnen hier bovenin. Dan moet ik even opnieuw, zo te zien, het pakt OBS hem niet helemaal lekker. Ja, nog steeds dezelfde game. Zo, dat is beter. Kijk wat makkelijker. En kijk, dus ik heb bovenaan heb ik muis. Waar ben je? AI traffic mod, gewoon van DB Creations met normal traffic. Kan ook heavy traffic, als je echt een hele goede CPU hebt, kan dat makkelijk. Dan heb ik de sound fixes pack, dus die zorgt allemaal voor nieuwe geluiden voor auto's en de truck en in- en uitstappen, tanken en dat soort dingen allemaal. Dan heb ik hier bovenaan, toch bovenaan blijkbaar, heb ik Turkey Map Def, dus Maps Definition. Dan Turkey Maps Model 2. Model 1, nou ja, Project Balkan, Dev Package, Map Package, Asset Package, ProMod Definitions Pack. Ja, ProMod 2.25 staat hier zo, maar dat is volgens mij precies hetzelfde als deze. Plus Rustmaps 1.8 Road Connection. Ja, Rustmaps Map Package, Model 2, Dev Package, Scandinavia Package. Scandinavia Mod Package, Paris Rebuild, ProMods Southern Region Ferry Connections, ja, ProMods Map Package 1, 2, 3, Media Package, Asset Package, en dan Southern Region English, Error Fixes for UK in combination with SR Maps. Die SR Maps zijn de Southern Region. Nou ja, Definition Model 3. 2, 1. Deze gaat achterstevoren. Ik weet ook niet waarom.
Great Step Model Map Definitions. Nou, dan heb ik hier een Railway Cargo Pack van Jazzy Cat. Ja. En ja, die horen bij elkaar. Ik kan deze E23 niet zien wat nou precies het verschil tussen die twee is, maar goed. Dan heb ik hier de Zeeuwse Trucker Asset Pack. En dit zijn vooral trailers met ja, Nederlandse bedrijven en dergelijke. Dus dan zitten ook hele leuke trailers tussen. Painted Trucks. Dit zijn gewoon bedrijf trailers voor als AI. Ja, AI Traffic Pack. Dus er zitten ook een heleboel verschillende dingen in. Ik geloof ook iets van 350 verschillende auto's. Bus Traffic voor realistische bussen die langs rijden. Nou, het trailer pack van Jazzy Cat. Dat zijn allemaal extended traders met allemaal heavy big loads en dergelijke. Russian Traffic, dus als je ook Russen maps hebt, daar is deze speciaal voor gemaakt. Die werkt daar ook mee. En dan zie je dus gewoon ook in Rusland allemaal speciale dingen. Ja, Russische auto's. Zie je dan in Rusland? Dat is ook echt van die oude politieautootjes en oude ambulance. Nee, ja, nou ja, personen staat aan, maar ik zie niet overal pedestrians lopen in de steden. Ja, die Zeus is ook traffic. Ja, die zie je ook in de traffic rondrijden. Nou, realistic truck physics, realistic rain effects. Traffic essentials, die doen ook voor een deel het gedrag van de rijders. Dus ook de asociale rijder en de slome rijder en dat soort dingen. En dan nog van DB Creations de trader pack. Dus dat zijn ook allemaal nog extra. Het zijn vaak wel extended traders. Dus van die tandem traders achter elkaar. Dit is de passenger mod om met passagiers te kunnen rijden met bussen. Bij EAA map zit dit ingebouwd. En hoef je dat dus niet extra apart te doen. Ja, hier hebben we net mee gereden. En dan heb ik nog de nieuwe Torpedo S. Die ga ik eruit halen, denk ik, want die doet het niet helemaal lekker. Deze wel, die Torpedo T, die oudere versie van Scania, die doet het wel super goed inderdaad. Zo'n Pedo S. Nee. En dan heb ik hier ook nog Cecil's Trader Pack, die moet ik eigenlijk ook nog een keer bijgooien. Daar zit ook echt super veel AI traffic in, met nog 300 allemaal echte bedrijven. Dus dat is wel leuk als je rondrijdt, dat je wat realistisch ziet. Maar zo heb ik hem staan in ieder geval. Ik kan nog één keer rustig naar beneden. Ik sta er niet van te kijken als je 10 minuten moet, of nou de eerste keer 20 minuten moet wachten, maar. Ja, ik weet niet wat dat is met die Amerikaanse traders met die neuzen, vind ik allemaal maar niks aan. Maar deze vind ik dan wel weer heel gaaf, die Europese. Net als die, wat is dat? Volvo VNL? Die wil ik ook hebben. Vind ik ook wel een gave ding. Maar die mod die wilde niet helemaal pakken. Maar goed, zo heb ik hem in ieder geval staan. Dus ik hoop dat je eruit komt en dat hij het bij jou nu wel doet, Tinus. Maar dan ga ik hem mee ophouden. Dan ga ik nog even een filmpje kijken. Want ik moet morgen weer om 5 uur mijn bed uit. En dan blijft nog een beetje levend morgen. Oh, heeft Daf er ook eentje? Oh, dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. En dan ga ik jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken voor vanavond. En dan ga ik jullie een hele fijne nacht toe wensen. En tot de volgende keer. Dag.